begin van de dag. Ik ben weer gezellig met... Zoutjes. Kijk. We hebben gegeten en we gaan nu... Wat doen we? Wat doen we? Het is 11:15. Goedemorgen. Het is donderdag. Het regent. We hebben ons redelijk verslapen. Ik heb Sarah wel op tijd op school gekregen, maar hij vraagt niet hoe. Wel gegeten en aangekleed en alles, maar... Oh, het was ook vannacht. Sarah werd elke keer wakker. Ik kon niet slapen. Ik was iets later naar bed gegaan, maar niet zo laat. Dat doe ik wel vaker, dus dat is op zich niet het probleem. Maar gewoon het gebrek aan slaap en alles wel. En nu loop ik in de regen naar huis. Dus echt top begin van de dag. Helemaal nat geregend. Dus stom, ik had nog heel even met Julie staan praten. Voordat ik ging lopen. En toen was het wel droog. En dan ga je naar huis lopen en dan gaat het steeds harder regenen. Het is weer echt zo pakkat. Als ik nu dag ligt binnen laat, is het nog steeds grauw. Echt top. Ja, geen lekkere dag. Ik ga even een theetje zetten. Ik denk dat ik dan heel even ga slapen. Want ik heb echt, denk ik, 1 uur geslapen of zo vannacht. Dus ik ben zo kapot. Echt. Ik weet trouwens niet eens hoe ik make-up op mijn gezicht heb gekregen. Ik heb me gewoon echt in 10 minuten heb ik echt alles gedaan. Dus ik heb echt heel snel gedoucht, aangekleed, opgemaakt. Echt, ik stond 3 dingen tegelijk te doen. Sarah klaargemaakt. De lunchtrommel nog gemaakt. Ze blijft over vandaag. Daar ben ik echt heel blij om. Dat ze vandaag precies wel echt overblijft. Dus ik ga denk ik eerst zo heel even wat slaap inhalen. Ja. Ik heb zo geprobeerd te slapen. Maar ze zijn heel erg aan het klussen bij de buren. Het is nu even stil. Maar elke keer geboor en dat soort dingen. Dus het moet hem niet worden. Dus ik ben maar... een was gaan draaien en dat soort dingetjes allemaal. En nu ga ik even lunchen. En ik ga even een kippensoepje opwarmen. Het is buiten gewoon nog steeds rot weer. En daar baal ik echt van. Ik weet dat het voor vandaag de hele dag voorspeld is. Maar, oh kak. Knop van magnetron is nog niet gemaakt. Pannetje dan maar. Dus, wat wilde ik ook weer zeggen? Even kijken of dit werkt. Ja, gaat goed. Mijn pan staat volgens mij nog in de vaatwasser. Dus ik heb ook nog uitgekookt. En dat ga ik dadelijk doen als ik toch moet koken. En dan sta ik hier toch. Dat is makkelijker. Ja, dus ik ben nog steeds kapot. En elke keer als ik dan dacht ik zak even weg. Omdat ik gewoon echt heel moe ben. Dan... boren. Dus ik werd er echt een beetje helemaal gek van. Maar goed, oh ja, de vaatwasser doe ik wel terwijl ik kook. Want ik ben natuurlijk al heel veel tijd kwijtgeraakt vandaag. Maar ik ben zo moe. Dus ik hoop wel echt dat vannacht een goede nacht wordt. Want ik heb nu ook niet echt tijd nog om het te proberen. Dus elke keer zodra ik het probeer, begint het weer. Dus het moet ook gebeuren, dat snap ik. Ik ga ook niet aanbellen van, joh, goh, willen jullie misschien even stoppen vandaag? Want ik wil slapen. Dat vind ik dan ook weer op zich vreemd. Dus dat ga ik ook niet doen. Alleen, ja, het helpt even niet mee. Hè? Oh, ik moet echt een magnetron te fixen, maar... Ah. Even kijken hoe ik dat ga doen. Ik ben weer gezellig met Denise. En ze zit even te kletsen en we zijn allebei een beetje lui vandaag. En dus we zijn heel goed in uitstelgedrag. Jee, geluk. Zonnetje, lekker. Alleen heel lang niet, dus warm is het niet, maar zonnetje. Deze kleine dame is weer uit school. We zijn weer thuis en we gaan zo even film kijken. Ik heb aardbeidjes voor ons gemaakt. En Sarah's jumbo stickertjes aan het plakken. Niet dat ik ze spaar. Ja, die had er nog meer liggen. Niet dat ik ze spaar, maar zij vindt het gewoon heel leuk om te plakken. En dan geef ik ze daarna weg aan iemand die ze graag wil.
Ja. En zij vindt het gewoon leuk. Je bent wel Schotse scheef aan het plakken. Super gezellig. We zijn samen aan het koken. Zij is de pasta saus aan het maken, hè? Ja. Heel goed. Kijk, ja. Het ziet er lekker uit. Zo, dus. Kijk, zo is het eten nu al beter. Ja, het ziet daar wel wat lekker in de saus, man. Lekker aan het borrelen. Nu is de pasta saus. Het eten is bijna klaar. Wij gaan zo, als het eten klaar is en we hebben gegeten en zo, gaan we deze puzzel maken. Ja, Memo heeft mama gewoon geen zin in. Ik ook niet. Dus ja, dan doen we maar even een puzzeltje. Pasta afgieten. Het eten is klaar. Yay! Kijk hoe lekker. Oh ja, even zo. Een beetje beslagen. Met je vingertjes doet ze. Nou, lekker eten. En er lekker van genieten. We hebben gegeten en we gaan nu puzzelen. We gaan deze puzzel doen. Dus dat was Sarah's idee. Dat vond ik echt een goed idee. Als we op tijd klaar waren met eten. Dus je hebt ook doorgegeten nu, hè? Ja. Dat is ook wel prettig. Oh, mis. Daar ben ik heel goed in. Ze zijn nu stukjes aan het omdraaien. Oh, jij bent al aan het puzzelen. Ja. Doe jij weer midden en ik randjes? Nee. Oh, dat werkte de vorige, weet ik veel verkeer, heel goed. Oké. Okay. Vorige keer. Doe hem nou verkeerd om, gekkie. Hey, box. Hey. Oh, wat doen we? Wat doen we? Zal ik hem in de doos schuiven? Wacht. Oh. Wacht, nee. Oh. Nee, omdraaien. Zo. Wat doe je? Ik vind het heel eng. Ik word je zenuwachtig van. Dat was hem. Het kleine meisje ligt wel op bed. Dus ik heb mijn laptop gepakt en ik ga in ieder geval gelijk even mijn dingen doen. Weer tijd voor gezond snacken. En vanavond gaan we voor de peertjes, want ik denk dat ze rijp zijn. Het is 11:15. Ik heb eigenlijk nog steeds niet echt bijgeslapen. Dus ik ga de boel hier dicht doen. En ik ga naar mijn bed. Oh, de Koningsdag slinger hangt er nog. Dus ik mag maar even weghalen. Ik ben echt te gaar en te moe. Ik dacht, ik kijk nog heel even tv, maar ik zit te knikkenboren. Ik hoop op een betere nacht. Ik zie jullie in ieder geval morgen weer. Bedankt voor het kijken. Doei!